De fokdas stond in het teken van de warmte. Het was een hitte week waar alle records gebroken zijn. We zijn vanmorgen om 7 uur begonnen met paardenkeuren en met opnames waar ik mee bezig heb gehouden met Corrie Terpstra en met Esther Reen. Wij hadden een gemiddelde kwaliteit met twee toppers erin, twee eerste premies. En ik begreep bij de veulers dat daar een aantal eerste premies zijn gevallen. Zij hadden, meen ik, 3 enters met een eerste premie en 2 twenters met een eerste premie. Dus ook het Friese Grijthinder is weer goed vertegenwoordigd op de centrale keuring. De kampioenskeuring, daar liepen toch hele goede paarden met veel kwaliteit. Waar de vereniging zelf heel trots op kan zijn. Kampioen werd de 3-jarige Mary, nummer 109. Een paard wat heel goed in het type staat en wat het moderne paard, het Friese paard, gaat aangeven. Ook in het fokdoel. Daar waren we heel blij mee.